In het hart van Herentals staat de Lakenhal te getuigen van het rijke Herentalse verleden. Vanaf 1430 werd het stadhuis genoemd, maar sinds 1998 heet het officieel Lakenhal. Het gebouw werd in het begin van de 15e eeuw opgericht door rijke wolwevers en lakenmakers om er hun handel in te drijven. Het stadhuis zelf is een sober rechthoekig gebouw. Aan de zuidzijde rijst een trapgevel op, geflankeerd door twee hoektorentjes die op dubbele kraagstenen steunen. Aan de noordzijde werd in 1534 het spitse belfort opgericht. Het reizige torentje is versierd met hangende bogen en eindigt op een uivormige bollespil. Het belfort staat op de lijst Werelderfgoed van UNESCO. Voor de zuidgevel staat het Boerenkrijgmonument uit 1898. Het herinnert aan de slag bij Herentals op 28 oktober 1798, een van de bloedigste episoden uit de opstand van de Kempense boeren tegen de Fransen. Langs de Begijnen Vest ligt het Begijnhof. Het huidige Begijnhof werd gebouwd in de 17e eeuw. De poort in de Burgtstraat stamt uit 1640. Het overwelfde poortgebouw aan de kant van de Begijnenstraat stond er al in 1622. In het midden van het Begijnhof staat het sierlijke gotische Begijnhofkerkje, gewijd aan Sint Catharina. Op nummer 13 staat de infirmerie, die in de oorspronkelijke staat behouden gebleven is. Het gebouw diende om bejaarde, zieke of behoeftige Begijnen onderdak te verschaffen. Vanaf 1820 groeide het Begijnhof uit tot een onderwijscentrum. In 1848 werd gestart met de normaalschool. Bijna alle Begijnenhuisjes langs de Burgtstraat werden hiervoor gebruikt. Een nieuw schoolgebouw werd in 1904 in gebruik genomen. In 1914 kreeg de school haar huidige omvang. De zandstenen Sint Waldetruduskerk is een voorbeeld van zuivere Brabantse gotiek. Het is een beschermd monument. Een van de opvallendste kenmerken van de kerk is de speciale positie van de toren tussen koor en beuk in. De toren lijkt wel in het schip te zakken. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat de toren het enige overblijfsel is van de oorspronkelijke 14e eeuwse kerk. De stadsbrouwerij Het Schalieken, met een oudste vermelding uit 1465, is momenteel nog de enig bestaande stadsbrouwerij van het land. Tot de 18e eeuw bestond deze brouwerij uit een houten complex. In 1781 werd Het Schalieken in neoclassische stijl herbouwd. De Oude Zalm, met een oudste vermelding uit 1515, was een herberg en belangrijke brouwerij. In zijn genre is de Oude Zalm het oudste burgerlijk gebouw van de Antwerpse Kempen. Achter de stenen muur
is de 16e eeuwse houtskeletstructuur van het gebouw nog nagenoeg geheel bewaard gebleven.